Even hier Nederlandse les en we alfabetiseren hier mensen. En daarnaast hebben we een naaiatelier en daar kunnen de mensen die op de les zitten bij ons of buurtbewoners die wat willen doen, die kunnen hier naailes volgen of een naaimachine lenen en dan hier hun eigen spullen maken. Ja, wij zorgen dat de dames die hier binnenkomen, die komen hier om allerlei redenen binnen, met name om hun taal te verbeteren. Ook om ze achter de voordeur vandaan te halen. Die komen hier binnen. We zorgen dat ze een dagbesteding hebben. We hebben Ed, die zit hier achter me. Dat is de leerbewerker. Die is ja, eigenlijk een van de beste krachten hier. Ik ken persoonlijk ook niemand beter die leer kan bewerken dan Ed. Ja, die hebben wij hier dan toch maar mooi rondlopen. Ze zagen met die passie dat ik wil graag werken met leren en tassen maken. En daar heeft ze me uitgenodigd hier bij Stichting bij Cody. Om te laten zien wat ik kan doen. En toen ben ik hier gekomen, hadden ze in mij gezien dat ik heb talenten om tassen te maken en andere dingen te doen. Hebben ze me in dienst genomen, tot vandaag. En ik ben blij mee. Alle onderdelen, eigenlijk de hele tas, is tweedehands. Het zijn de drukkers, die zijn tweedehands. De ringen zijn tweedehands en van betere kwaliteit, zou Ed zeggen, dan de eerstehands spullen. Dat, thuis in je eentje praat je weinig. Maar als je komt rond mensen, dan kun je jezelf oefenen. En dan op zo wordt je taal ook beter. Dan spreek je vanzelf Nederlands met de mensen. Op zo'n manier. Is het, als ze hier niet terecht kunnen, dan zitten ze thuis. En dat is ook wel wat je hoort van de mensen. Van ik ben zo blij dat ik hier terecht kan. Nou, je hoort het van Ed ook al, maar dat hoor je van heel veel mensen. Van wat fijn dat ik wat kan doen, dat ik wat kan leren en dat ik wat kan bijdragen. Je moet het combineren, want ze moeten natuurlijk ook wel uit een boekje wat leren of van een computer. Maar dit is gewoon veel leuker voor iedereen om daarmee bezig te zijn. Ik ben blij, ik ben echt blij. Omdat vroeger was ik een soort een beetje egoïstisch van, weet je wat, ik wil mijn dromen waar laten komen. Maar toen heb ik geleerd en ontdekt, terwijl je bent bezig met een andere syndroom en visie, die van jou gaat ook in werking. En het werkt. Nu komen ze hier, maar ja, als ze hier niet zouden kunnen komen, dan... Zitten ze op de bank. Zitten ze op de bank thuis. Ja. Ze hebben eigenlijk geen perspectief. Nee, hebben ze geen perspectief. Ze worden depressief, ze krijgen hoofdpijn en wordt het gewoon steeds slechter. En de opening die ze hier krijgen is in het begin allemaal heel eng. Maar we proberen het ook wel een beetje te pushen van kom nou. Maar als ze hier eenmaal binnen zijn, dan vinden ze het geweldig. En dan komen ze gewoon haast iedere dag.